Je ziet wel in zijn algemeenheid dat door de kwestie Janssen-Steur de inspectie beter zijn werk is gaan doen. Er zijn natuurlijk heel veel Kamervragen over geweest. We hebben heel veel kritiek gehad over het functioneren van de inspectie voor de gezondheidszorg, ook in deze specifieke casus. Ja, je kunt wel zeggen dat de verbetering van het functioneren van de inspectie toch ook met deze zaak te maken heeft. En ontwikkelt zich dat nog door in de komende tijd? Heeft u dat gevoel? Ja, als je gaat kijken naar waar de inspectie stond en waar de inspectie voor de gezondheidszorg nu staat, ja, dan zijn we er nog niet. Dat kan ook niet zo snel, zo'n veranderingsproces, eigenlijk een cultuuromslag. Ik verwacht dat daar nog stevige vooruitgang te boeken is en die zal ook geboekt moeten worden. En welke verandering heeft u precies gezien? Is er echt een verandering in de werkwijze van de inspectie? Ja, wat ik merk in de zaken die ik in eigen praktijk behandel, is dat de inspectie er dichter op zit. Dat de inspectie ook eerder bereid is om een zaak voor de tuchtrechter te brengen. Ja, dat was eigenlijk een zeldzaamheid. Hè. Ook deze zaak, Janssen-Steur, ernstige zaak, is nooit door de inspectie voor de tuchtrechter gebracht. Nou, als de inspectie één zaak voor de tuchtrechter had moeten brengen, dan is het wel deze zaak. Dat hebben ze niet gedaan. En je ziet nu dat de inspectie die stappen nu wel zet. En of dat voldoende is, ja, daar twijfel ik aan. Maar goed, ik snap ook wel dat je niet van vandaag op morgen kunt verwachten dat zo'n groot orgaan als de inspectie zomaar in één keer die cultuurverandering kan maken. Heeft u ook het gevoel dat er op bestuursniveau iets veranderd is de afgelopen tijd? Nou, als het gaat om verandering in bestuursniveau, ik zie eigenlijk in de hele medische wereld een cultuuromslag. Je ziet dat artsen er beter op toegerust zijn om te reageren op de fouten die ze maken en de fouten die we allemaal maken. En ook eerder genegen zijn om die fouten bespreekbaar te maken. En ik denk als artsen datgene wat niet goed gaat, en of dat nou wel of niet medisch verwijtbaar handelen is, gewoon openlijk met hun patiënt bespreken als zijnde van ja, een ongewenst gevolg van hun medisch handelen, dat ze mij heel veel werk uit handen nemen en daar is iedereen mee gediend. Hè. Daar is de arts mee gediend, daar zijn ook de patiënten mee gediend en daar zijn wij ook mee gediend, hoor. We hebben genoeg werk. We zitten echt niet te wachten op al die patiënten die medisch verwijtbaar zijn behandeld. En die indruk ontstaat wel eens, maar dat is natuurlijk niet aan de orde. Dus ik denk dat uiteindelijk iedereen ermee gebaat is dat we gewoon een veel betere kwaliteit van de gezondheidszorg krijgen. En nog even over Janssen-Steur. Heeft u het gevoel dat hij meer een man is die een celstraf verdient of meer een man is die eigenlijk een treurig figuur is en die gewoon met een schadevergoeding eigenlijk weer toch weer op vrije voeten zou moeten komen? Ja, ik moet zeggen dat ik dat een hele moeilijke vraag van u vind. Ik maak toch het onderscheid tussen Janssen-Steur als mens en Janssen-Steur als de arts die die fouten heeft gemaakt. Dat heb ik altijd gezegd, want ik ken hem als mens ook als voormalig behandelend arts van mij, wat hij overigens erg goed heeft gedaan. Maar achter elke dader, achter iedereen die fouten maakt, zit ook nog de mens. Maar als ik hem dan vervolgens in het strafrecht zie opereren, zie draaien, feiten zie ontkennen, dan moet ik wel zeggen dat ik steeds minder waardering krijg voor de mens Janssen-Steur. Ik vind dat richting de slachtoffers, vind ik dat hij het niet goed doet. Ik denk ook niet dat het in zijn voordeel werkt. Je ziet toch dat gerechtelijke deskundigen heel duidelijk zijn over datgene wat hij gedaan heeft. En het komt er eigenlijk op neer dat ze het gewoon beschouwen als broddelwerk. Hè. Pseudo-wetenschappelijk onderzoek over de rug van patiënten, zei een hoogleraar deskundige. Ja, en als je dan toch probeert te zeggen van ja, maar ik was mijn tijd ver vooruit en ik zag al dat mensen pre-Alzheimer hadden, ja, dan denk ik van wie denkt u wel niet dat u bent? Want dan mag u wel denken dat u dat van tevoren kon voorspellen, maar in de zaken die bij de strafrechten voorliggen, hebt u bewezen dat u het niet goed zag. Want deze mensen hebben het zeker niet, maar hebben wel blootgestaan aan zware medicatie, waaronder Exelon, waar de mensen heel erg ziek van zijn geworden. Ja, en als je dan toch zo op blijft stellen dat jij als arts zo goed bent, dat je jezelf de professortitel toebedeelt en dat je dan wel zegt ik heb feitelijk
dan wel geen leerstoel, maar ik vind wel dat ik een leerkruk had verdiend. Ja, dat zegt wel heel veel over de mens. We moeten natuurlijk niet onderschatten dat daar toch heel veel mensen ernstig slachtoffer van zijn geworden.